Ja, het is nogal een organisch project, Nachttrein naar Lissabon. En het is ontstaan vanuit de titel van het beroemde boek en de film. Maar de titel heeft voor mij een andere symboliek en dat is de reis naar binnen. Om daar te kijken wat je tegenkomt aan blokkades of donkerte, wat naar het licht wil. En dan is Lissabon voor mij de vreugde, het licht. En daarop heb ik een repertoire geschreven met liedjes helemaal vanuit mijn eigen belevingswereld. En twee prachtige, fantastische muzikanten aangetrokken in Arie den Boer en op percussie en Jure Hogevorst op akoestisch bas. En als trio brengen wij de Nachttrein. En dat is een programma met deze thematiek. Maar het is mogelijk om gasten hierbij uit te nodigen. Die binnen die thematiek verdieping brengen of iets extra's brengen. En dat kan ook een muzikant zijn, maar of een danser, danseres, een verhalenverteller. En dan gaan we daarmee de trein laten rijden en kijken hoe we dit thema kunnen onderzoeken. En dan zullen de liedjes gaan overlappen en dan zullen we gaan uitdelen en bij elkaar instappen. En kijken hoe dat zich hoe dat zich ontvouwt samen met het publiek die ook wel daarin mee mag participeren. En zo zie ik de Nachttrein als een zoektocht in die innerlijke wereld naar een nieuwe vreugde eigenlijk. Door alle pijn heen. Dat is de Nachttrein naar Lissabon.